Hoi, leuk dat je weer kijkt. Dit filmpje gaat over of proteïne en dan whey-proteïne, of dat kan zorgen voor acne. Antwoord, het is mogelijk. En waarom nou eigenlijk? Je kunt het zo zien, is dat whey een afkomstig is uit melk. Het wordt dus gebruikt voor spiergroei, om het te ondersteunen. Waarom kan melk dan bijvoorbeeld zorgen voor acne? Omdat in melk zit dus zuivel. Ten eerste kan het je insuline laten stijgen. Als je insuline stijgt, stijgt ook de talgproductie. En daardoor wordt dus ook weer de huid vetter. Verder zit in melk ook de groeifactor, klinkt heel moeilijk, mag je vergeten, IGF-1. En deze zorgt ervoor dat de huid meer verstopt. En dus dat de huid meer verstopt raakt. En melk stimuleert ook hormonen wat acne kan bevorderen. Dus bijvoorbeeld androgenen. Wat is eigenlijk het soort acne wat je dan zou kunnen zien? En dat is acne van het lichaam eigenlijk. Dus bijvoorbeeld de borst, de rug, de schouders. Dus snel filmpje al met al. Het kan, het is mogelijk dat het zorgt voor acne. Heb jij het gevoel van, oh, ik heb hier helemaal geen last van? Nou, dan durf ik niet te ontraden om geen whey meer te gebruiken. Heb je wel het gevoel dat je echt wel lichaamsacne hebt gekregen? Want het is aangetoond dat sporters die het zijn gaan gebruiken, dat die in die periode ook echt acne hebben gekregen op hun lichaam. Dan kan je eens proberen om te switchen naar bijvoorbeeld iets wat gebaseerd is op plantenproteïne. Bijvoorbeeld volgens mij uit erwten heb je het zelfs. Dus dat zou je kunnen proberen. Zit als dan weer het filmpje. En ik hoop dat je wat hebt geleerd weer dit keer. En heel erg bedankt voor het kijken.